Het is dinsdag 5 oktober en dit is Opinies Podcast nummer 28. We spreken vandaag over het zogenaamde stikstofdossier. Aan tafel hebben we vertegenwoordigers vanuit de journalistiek en de wetenschap. Namelijk scheikundige Jaap Hanekamp. Welkom. Dankjewel. En agrarisch journaliste Geesje Rotgers. Ook welkom. Dankjewel. Geesje, jij won een paar jaar geleden de Gouden Greep. De prijs voor de beste journalistieke productie in de land- en tuinbouwjournalistiek. Goed werk. Dankjewel. Ja, ja, dat is, daar is eigenlijk voor mij het stikstofverhaal begonnen. Oké. Dan stel jezelf even kort voor, dan horen we je, hoe je klinkt. Ja, ik ben zo'n 20 jaar geleden in de journalistiek beland. En ja, toen het blad waar ik werkte, dat stopte er op een gegeven moment mee. Dus toen heb ik korte tijd even wat anders gedaan. En vervolgens weer terug in de journalistiek. En onder andere hoofdredacteur voor het blad V-Focus. Dat is een blad over wetenschapsjournalistiek, wetenschappelijk onderzoek. En dat is ook eigenlijk de reden dat ik in aanraking kwam met het dossier stikstof. Oké. Nou, duidelijk. Goed. En Jaap, jij bent volgens mij gepromoveerd scheikundige en je doseert aan universiteiten in binnen- en buitenland. Nou, ik ben gepromoveerd in de chemie, 92. Overigens in 2015 wederom gepromoveerd in de theologie en de filosofie. Dus verveel me snel blijkbaar. Ik geef les aan een van de university colleges in Nederland en ben verbonden aan UMass Massachusetts, een universiteit in Amerika. Ik heb in de jaren 90 ooit wel eens wat gedaan aan het ammoniak-stikstofdebat. En eind 2014 kwam ik Geesje tegen en toen dacht ik van laat ik nog eens een keer een blik werpen op dat stikstofdebat. En ben er sindsdien ook niet meer uit vertrokken. Ik ben nog lid geweest van de adviescollege meten en berekenen stikstof, een van de twee stikstofcommissies ingesteld door het ministerie van Landbouw. Dus ik kan wel zeggen dat ik er nu wel een beetje wat vanaf weet. Ja, dat zo klinkt het in elk geval wel. Nou, we praten vandaag dus over het zogenaamde stikstofdossier. Jullie zitten er goed in, maar de meeste luisteraars vermoedelijk niet. Dus even kort over stikstof zelf. Dat woord dat moet jou pijn in de oren doen waarschijnlijk, omdat het niet specifiek over stikstof gaat, maar over een aantal afgeleiden daarvan. Klopt dat? Ja, het gaat, men noemt het nu allemaal stikstof, maar eigenlijk gaat het over stikstofverbindingen, waaronder ammoniak. Voor de landbouw is ammoniak een hele bekende soort stikstof. En ja, men denkt soms ook dat het stikstofdossier pas de laatste jaren speelt. Maar in de landbouw speelt het al veel langer zo. Rond de eeuwwisseling is de discussie over dit dossier begonnen. Ja, oké, dat stikstof, waarom is dat eigenlijk een probleem? Nou ja, probleem. Ik als academicus probeer ik altijd het woord probleem te vermijden. Het is een vraagstuk. Mm-hmm. Eigenlijk komt het nog uit de periode van de zure regen. De jaren 70 en 80, waarin breed werd uitgemeten dat alle bossen doodgingen in de wereld binnen 10 jaar vanwege de zure regen. En ja, stikstofverbindingen speelden een rol in die zure regen. En in Nederland is in de jaren 80 veel onderzoek gedaan. En toen kwam ammoniak ook als, hoewel het dat een chemisch gezien een basis is, als verzurende stof op het toneel. En op grond daarvan, zeg maar, beginnend bij die zure regen en die bossterfte, is men heel veel onderzoek gaan steken in wat doen stikstofverbindingen nou eigenlijk met de natuur, met het milieu, met de grond, met het water. En nou ja, sindsdien is heel veel onderzoek gestoken en heel veel beleid gemaakt over die chemische stoffen die de landbouw uitstoot, maar ook de industrie, verkeer, vliegtuigen enzovoort enzovoort. Oké, dus het gaat om het effect op de natuur? Ja, grosso modo. Dat is een beetje een heel grote term. Maar daar gaat het wel om. En dan hebben we het over, eigenlijk over 3 dingen. Biodiversiteit, hoeveel soorten plantjes er zijn. Over verzuring van de bodem. En over vermesting, zeg maar. Dus te veel stikstof, te veel voedingsstoffen voor water en bodemplanten. Dat zijn eigenlijk de 3 thema's die hierover gaan. Ja, en is het eigenlijk specifiek een vraagstuk voor Nederland?
Nee, eigenlijk niet. Het is een mondiaal vraagstuk. Zure regen was ook een mondiaal vraagstuk. We hebben het er nooit meer over, want die bossen zijn allemaal blijven leven. Dus dat vraagstuk is een beetje achter de horizon verdwenen. Maar het is een mondiaal vraagstuk. Het is wel zo dat Nederland natuurlijk heel veel landbouw heeft. En daar speelt het, althans op de vierkante meter in Nederland, een redelijk dominante rol. Meer dan in Duitsland bijvoorbeeld? Nee, zeker niet. Duitsland is ook een heel groot land met heel veel landbouw. Dus daar speelt het evenzeer een rol. Je moet ook begrijpen dat het ook een interactie is tussen de samenleving, wetenschappelijk onderzoek en beleid. Het is niet alleen maar een kwestie, we signaleren een probleem en daar moeten we ingrijpen. Maar het is ook een combinatie van, we zijn geïnteresseerd in dit vraagstuk. En dit vraagstuk is van groot belang, vinden wij als onderzoekers of vinden wij als beleidsmakers of politici, om hier wat aan te doen. Dus je moet, het is iets genuanceerder dan dat. Nou, je zei net van het is eigenlijk niet nieuw, het speelt al wat langer. Hè? Het is eind jaren 90 begon het ammoniakbeleid, beleid op basis van een bepaald rekenmodel. En boeren die moesten onder andere hun mest, of misschien was dat wel de belangrijkste maatregel, hun mest in de grond injecteren. Dat was een maatregel uit de jaren 90 en dat riep al vragen op bij de boeren. Dat klopt. Ja, het vraagstuk begon eigenlijk bij de boeren die graag de mest boven de grond wilden uitrijden. Dat waren wat je nu noemt de biologische boeren, de krenkloopboeren, de extensieve boeren. En dat deden zij onder andere ook voor de weidevogels. En zij signaleerden toen al dat doordat die mest geïnjecteerd moest worden, dat de afname van de weidevogels zou hebben veroorzaakt. Daar begon het eigenlijk mee. En vervolgens bleven er heel veel vragen komen of die maatregelen wel hielpen. Nou, eerst moest die mest natuurlijk geïnjecteerd worden. Later moesten de stalaanpassingen komen. Dus het waren best wel kostbare maatregelen. Ja. En boeren willen dat soort maatregelen best doen, als ze er maar effect van zien. Maar dat effect bleef gewoon uit. Want men heeft wel voortdurend of continu de ammoniakconcentratie in de lucht gemeten. Van hoeveel ammoniak zit er in de lucht. En men zag eigenlijk dat na 10 jaar beleid die ammoniakconcentraties in de lucht eigenlijk niet minder werden. Terwijl die rekenmodellen een enorm groot effect hadden uitgewezen. Van nou, die maatregelen die de overheid had ingesteld waren ontzettend effectief. Alleen uit de metingen bleek dat niet. Dus daar zijn die, dat riep vragen op waar eigenlijk geen antwoord op kwam. Ja, en het is eigenlijk nog een beetje zo, de dag van vandaag zijn op die vragen van 20 jaar geleden eigenlijk nog niet echt antwoorden gekomen. Oké, dat was op een gegeven moment voor jullie de reden om te zeggen, of nou laat ik zeggen, eerst voor Jaap Hanekamp. Dat was in de jaren 90, heb ik toen ooit voor Stichting Heidelberg en Peel Nederland een ammoniak rapport geschreven, dat was 96. Overigens speelde toen nog, dat is heel interessant, zeg maar, de bossterfte een grote rol. Iedereen dacht van, nou ja, als we zo doorgaan, gaan alle bossen dood in de wereld. Ja. En daar was het ammoniakbeleid toen de tijd, dat was interimwet ammoniak en veehouderij, die was daar ook meer of meer op te sturen van, we moeten voorkomen dat al die bossen doodgaan. Dus we moeten heel veel luchtvervuiling reguleren. En daar is toen aan de hand van het rapport dat ik geschreven heb een nieuw spoort in 96 of 97. Een dag geweest waarin allerlei organisaties bij elkaar kwamen. Oké, laten we dit verhaal nou eens met elkaar bediscussiëren. En ik kan me nog goed herinneren, ik was toen ziek. Dus de voorzitter van de stichting Han heeft toen de honneurs waargenomen voor mij. Dat het verhaal over die bossterfte binnen 5 minuten van tafel was. Dus iedereen was helemaal perplex dat die discussie heel snel verdween eigenlijk. En waar het op neerkwam was biodiversiteit. Nou ja, sinds die tijd spelen dus biodiversiteit, vermesting en dat soort dingen een hoofdrol. Maar het begon ooit allemaal met die bossterfte. Ja, en die zure regen. En die was gewoon, precies. Hoe is die nou verdwenen dan? Die bossen gingen niet dood. De voorspelling was in de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80. Ja, dat ken je. Dat we een ecologisch Hiroshima over ons hadden afgeroepen. Dat werd ook echt zo genoemd. De Spiegel had een prachtig artikel in 86, geloof ik. De ecologische Hiroshima heet dat. En er werd gewoon voorspeld, over 10 jaar zijn alle bossen weg in de wereld. Ja, heel alarmerend. Heel alarmerend. Dat was een soort klimaatdoem 101, zou je kunnen zeggen. Toen werd al van de daak geschreven van, dit gaat helemaal fout. Maar ja, die bossen deden het verder prima in de wereld. Dus
die discussie was heel snel ook weer verdwenen, omdat de voorspellingen gewoon ja, niet uitkwamen. Overigens, het restant van die discussie, zuurregen, stikstof, verbindingen enzovoort enzovoort, die zijn gebleven, maar dat verhaal waar het vandaan kwam, dat is in feite verdwenen. Ja, ja. Oké, maar in 2015 komt opnieuw de vraag op, bij jou denk ik Jaap? Van... Nou, bij Geesje. Geesje, oh, bij Geesje was vertel. Het aanstichter van deze. Ja, ik werkte toen al een aantal jaren voor V-Focus en ik werkte veel samen met wetenschappers. De V-Focus, dat was een blad, dat werd op een wat luchtige wijze geschreven over wetenschappelijk onderzoek. Dus ik werkte ook nauw samen met een hoop wetenschappers. Vooral ook over het beleidsondersteunende onderzoek. Dus dat vind ik ook wel mooi, zo heette dat, beleidsondersteunend onderzoek. En ik zag dus ook wat er gebeurde als uit onderzoek iets kwam wat het beleid niet ondersteunde. Dus daar gebeurden daar gewoon de gekste dingen en die wetenschappers lieten mij dat ook zien. En zo raakte ik dus ook betrokken bij onderzoek wat gewoon aantoonde dat dat rekenmodel er behoorlijk naast zat. Nou, dat was voor mij reden om gewoon dieper in de metingen te kijken. Ik doe vrij veel data-analyses. En ik heb dus ook gekeken van, waar kun je gewoon de ammoniak aan meten? Dus dat werd al sinds het beleid werd gemeten hoeveel ammoniak zit er in de lucht. Nou, die metingen waren toen de tijd heel lastig te vinden. We hebben die allemaal aan elkaar gezet. En we denken, zo, volgens de rekenmodellen hebben we zo langzamerhand iets van 70% minder ammoniakuitstoot. Maar in de lucht meten we dat eigenlijk niet. Dat blijft allemaal een beetje hetzelfde. Mm-hmm. Nou, toen gingen we ook kijken van, nou, er wordt ook als ammoniak, hoe komt dat uit de lucht? Dat met de regen komt het weer terug op aarde. Ook overal staan regenmeters en in de neerslag wordt gewoon gemeten van hoeveel ammoniak is neergeregend. En daar zag je eigenlijk ook die geweldige afname van de hoeveelheid ammoniak niet aan terug. Dan denk ik van, nou, dat is toch wel gek. Nou, dan bleek er ook nog een meetnet te zijn van korstmossen. Aan korstmossen kun je ook zien van, hebben we hier te maken met ammoniak minnende soorten of ammoniak hatende soorten. Dus er is al heel lang een meetnet is ervan. En die trend kon ook de trend die dat rekenmodel uitrekende gewoon niet volgen. Dus dat is wel een beetje vreemd. Van drie verschillende meetnetten met metingen, die geven gewoon een ander beeld dan dat rekenmodel. Nou, daar ging dus ook die serie over die ik gepubliceerd heb, waar ik die journalistieke prijs mee heb gewonnen. Maar dit soort tips kreeg ik dus ook aangereikt vanuit Wageningen, want sommige mensen hadden dit ook wel gezien. Kijk, en over dit soort dingen krijg je natuurlijk dan eigenlijk geen publicaties, want dat zet vraagtekens bij het beleid. Dus dit soort dingen komen ook eigenlijk niet in rapporten. Dus daar hebben we een jaar over gedaan met een paar mensen hebben ermee geholpen om gewoon die publicaties klaar te krijgen. En, publicaties van metingen? Ja, we hebben zeg maar de metingen naast de modelberekeningen gezet in verschillende publicaties om aan te tonen van wat het model berekent, dat beleidsmodel, dat blijkt gewoon niet uit de metingen. Dus daar is het mee begonnen. En dan heb je dat naast elkaar gezet van, hé, die modeluitkomsten, dat is niet wat we terugzien in de praktijk. Dan krijg je de volgende vraag, hoe komt dat? En toen kwam Jaap er dus bij. Dat was eind 2015, denk ik, hè? Ja, 2014 staat erbij, maar het maakt niet zoveel uit. In ieder geval... Oh, 2014, ja, oké. Okay. Ik had gedacht dat we sneller klaar zouden zijn met alle vragen stellen en antwoorden zoeken, maar dat... Dat viel wat tegen, moet ik zeggen. Dus, wat dan? Waarom? Nou, eigenlijk... Kijk, laat ik het zo zeggen. Als er wetenschappelijke publicaties ergens zijn, in rapporten of in tijdschriften, dan is het de gewoonte dat de ruwe data die zeg maar gebruikt worden om een studie te doen, dat die beschikbaar zijn. Dus de eerste vraag die wij gesteld hebben aan Wageningen was een simpele vraag. We willen graag die bemestingsmeetdata hebben. Wat is dat? Er zijn heel veel bemestingsstudies gedaan. Er wordt gewoon een klein experiment, er wordt mest uitgereden en vervolgens wordt gekeken hoeveel ammoniak komt er uit die mest. Nou, daar kun je alles bij voorstellen. Maar er zijn dus meetdata van. En met die meetdata wordt dus berekend, oké, hoeveel
hoeveel ammoniak wordt door mest uitrijden veroorzaakt? Nou, niks mis mee, dat is allemaal prima. Maar toen bleek tot onze stomme verbazing dat wij eigenlijk meteen tegen een dichte deur aanliepen. Dat zei, nou, die meetdata die krijg je niet. En toen is er een enorm circus begonnen over de data zijn er niet meer. Ze zijn weggegooid. We hebben ze bij de verhuizing zijn we ze kwijtgeraakt. Van de universiteit is dat? Van de van de Wageningen Universiteit of Research. Kregen we die antwoorden steeds. Van ja, we hebben ze, dus een hele batterij aan responsen, maar data krijgen, homaar. Nou ja, dat, met andere woorden, wij konden al dat werk van Wageningen, dat waren heel wat studies, konden we überhaupt niet nawerken. We hadden geen idee of wat men zei over die emissies van ammoniak bij bemesten, of dat überhaupt wel klopte. Even voor de goede orde, die berekeningen kunnen best kloppen. Hè? Het gaat er niet om dat ik dat wantrouwde per se, dat is niet het punt. Het punt is, als je iets zegt over emissies van ammoniak uit bemesten in dit geval, dan wil je graag als onderzoeker, wat ik ben, dingen narekenen. Gewoon nawerken van, hey, klopt dat? Dat is een hele normale procedure in de wetenschap. Ja, gewoon de ruwe data nog een keer bekijken. Ja. En dan ga je gewoon aan de slag van, oké, jullie beweren dit, jullie hebben dat model, jullie stoppen die getallen erin, dan komt er dat uit. Nou, gewone vraag. Dus tot mijn, ja, tot het geestjes en mijn stomme verbazing werd dat een enorm circus van heen en weer mailen, bellen, discussies. Ja, dat was een hele bijzondere tijd was dat, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, want er werd verteld van je krijgt ze niet of ze zijn er niet meer. Nou, dat was sequentieel. Dus de ene keer zeiden ze zijn weg, we hebben ze weggegooid. Dat soort data, die zijn al heel oud, dat bewaren we niet. Of je krijgt ze. Het was in ieder geval een hele batterij antwoorden die ook in ieder geval niet heel erg strookten met elkaar. Mm-hmm. Dus, nou ja, Geestjes reactie was altijd, als je dat soort antwoorden krijgt, dan is er iets aan de hand. Ja, precies. Ja. En dat bleek ook het geval. Maar dat komt pas naar boven als we in dat hele Rathenau-circus terecht ja, dat is, zijn. Ja, daar komen we zo dadelijk op. Ja. Ja. Misschien is het wel aardig om aan te vullen. Ja, de officiële lezing, ook van de overheid, was, ze zijn niet meer beschikbaar. Na 5 jaar zijn ze niet meer beschikbaar. Dan moet je nagaan dat het waren iets meer dan 200 experimenten van verschillende vakgroepen die in 1 keer allemaal hun datum niet meer beschikbaar hadden. Maar toen kwam ik ook behoorlijk veel bij Wageningen, ook vanwege dat blad waar we samen aan werkten. Dus die wetenschappers, die waren ook, een aantal wetenschappers waren behoorlijk boos op de autoriteiten. Want die wetenschappers, die doen hun data niet weg. Dus van intern kregen wij ook te horen van, trek alsjeblieft door dan die data. Want die data, die zijn er nog gewoon. Wat jullie te horen krijgen, ook van de overheid, dat klopt niet. Die data zijn er gewoon. Dus dat was ook wel een reden voor ons om toch door te blijven trekken. En ja, we hebben denk ik al met al daar iets van dik 3 jaar aan lopen trekken. Oké, en heb je ze uiteindelijk gekregen? Ja, en dan komen we eigenlijk bij ja, de minister die heeft toen het Rathenau-instituut opdracht gegeven om een groot debat te organiseren. En, nog even terug nog naar jullie, want het onderzoek liep dus zeg maar 1 jaar of 3? Nou, toen Jaap ermee begon, dat was 2015. Toen, samen met nog 2 mensen. En toen was het idee van dit onderzoek moet in 1/2 jaar, 3/4 jaar af te ronden zijn. Maar dat liep vreselijk uit. En dat kwam om eigenlijk overal waar je wilde kijken, ontbraken de data. Het was... Ja. Heel veel werk om überhaupt die data op tafel te krijgen. En daar is heel veel tijd in gaan zitten. Ja, en er zit nog een klein tussenstapje in. De data, dat is 1 kant van de zaak. Maar er werd ook een emissiemodel gebruikt uit de jaren 80. Het zogenaamde Ryder en McNeil model. En ze wilden eigenlijk 2 dingen doen. We wilden het model testen met de data die ze hadden. Nou, na veel 5 en 6 jaar kregen wij wel een aantal datasets van ammoniakemissie voor eigenlijk niet relevante experimenten. Maar dat deed er even niet toe. Met die data konden we op zijn minst kijken of hoe het model functioneerde. Dat is een klein, zoals dat zo mooi heet, back-of-the-envelope model.
wat onderzoekers in Wageningen al heel lang gebruikten. Nou, daar hebben we al wel over gepubliceerd in een internationaal tijdschrift in 2017. Aha. Waar ook al heel veel storm uit voortkwam, omdat wij voor het eerst zagen dat de onzekerheid die het model zelf genereert, elk model bevat onzekerheden, dat is niet erg, die moet je alleen rapporteren. Mm-hmm. Maar toen bleek dat alle onderzoeken die Wageningen gedaan had, nooit die onzekerheden gerapporteerd te hebben. Er werden gewoon precieze getallen, emissiegetallen genoemd. En dat hebben we sowieso altijd al vreemd gevonden, want dat kan helemaal niet. Elk model heeft zijn eigen eigenaardigheden, zijn problemen. Dat is op zich geen probleem, maar je moet het wel melden. En dat is tot aan 2017, wij zijn de eerste geweest die gezegd hebben van nou, er zit een behoorlijke spreiding in de resultaten van het model. Nou, dat alleen al veroorzaakte heel veel ellende en gedoe. Want wat voor ellende? Nou, dat blijkbaar al die stoere getallen van emissies van ammoniak veel onzekerder waren dan iedereen beweerde. Sterker nog, die onzekerheden werden überhaupt nooit genoemd. En er werden gewoon precieze getallen genoemd. Zoveel ton in die maand en zoveel ton emissie in die maand. Die werden gewoon met grote precisie genoemd, alsof die onzekerheden gewoon niet bestaan. En dat had jij beschreven in een artikel? Ja, in een wetenschappelijk artikel in 2017 gepubliceerd. Het publiceren zelf was al een hele tour, want dat was nog niet zo simpel om dat te doen. Want niemand zat te wachten natuurlijk op dit soort kritische reflectie. Maar dat alleen al veroorzaakte heel veel gedoe, omdat wat de overheid dankzij de wetenschappelijke instituties publiceerde, was veel te nauwkeurig. Dat kon helemaal niet. Dat was eigenlijk een precisie die niet bestaat. Ja, ongeloofwaardig dan. Ja, dat is in feite ongeloofwaardig. Zo werkt de wetenschap gewoon niet. De wetenschap grossiert niet in zekerheden. Behalve de logica en de wiskunde, maar verder doen we daar niet aan. Mm-hmm. Was dat de belangrijkste tekortkoming die jullie hadden geconstateerd? Van dat het veel te precies was, dat het gewoon niet kon? Het was één van de tekortkomingen. Er zijn er meer, maar dit was een grote tekortkoming. In ieder geval die eigenlijk altijd ondergerapporteerd werd. Of überhaupt niet gerapporteerd werd. Dus de samenleving werd om de oren gesmeten met precieze getallen. En beleid wat leidde tot precieze reducties. Eigenlijk volstrekte onzin. Alleen als je ernaar keek al met een beetje wetenschappelijk oog, nou dat deed Geesje ook, zag je al meteen van ja, dat kan helemaal niet. Ja, en dat zeg maar jullie ontmaskerden als het ware het systeem wat werd gebruikt voor de ammoniakbeleid. Bracht dat ook politieke storm teweeg? Best wel, denk ik. Misschien kan Geesje daar iets meer over zeggen, maar dat bracht wel enige storm teweeg, maar in Nederland polderen we dus veranderingen, daar moet je echt wel even op wachten. Kijk, wat er wij publiceerden wat we aantroffen, naar eer en geweten. Wat je wel zag naar die publicaties. Kijk, het sudderde natuurlijk al heel wat jaren, zeker in de landbouw, dat men zag dat men het idee had, die modellen die kloppen niet. Ja. Want wij zien in de praktijk niet terug wat uit die modellen komt. Dus iedere keer als wij weer een publicatie klaar hadden en het ging naar buiten, ook die wetenschappelijke publicatie van Jaap, als een journalistiek artikel van mij, dat leidde geregeld tot kamervragen. Dus dat werd wel gelezen. Het zorgde wel voor wat ophef, zeker ook in de landbouw, maar ook in de politiek. En ook in de natuurwereld natuurlijk, want die was er weer minder blij mee. Dus het werd wel gelezen. En er werd ook over gesproken in de Tweede Kamer? Ja, er werd ook over gesproken. Of in ieder geval, er werden kamervragen over gesteld en er werden vragen over beantwoord. En je hebt natuurlijk ook debatten over dit beleid, waar ook geciteerd werd uit onze stukken. En vervolgens, je gaf het al even aan, minister Carola Schouten, die vond het nodig om iets te gaan doen op dat vlak. Minister Schouten die stuurde op een gegeven moment een brief naar de Kamer. Ja, wij lezen dat soort dingen ook in de media. Dat zij opdracht gaf om een groot stakeholder debat te organiseren. Een dialoog noemde zij dat. Om de verhoudingen in stikstofland te verbeteren. Zodat er weer wat vertrouwen kwam bij allerlei partijen onder het beleid. Dat was in ieder geval het doel. Vertrouwen in het beleid weer herstellen. En was de aanleiding daarvoor wat jullie hadden geschreven in je artikelen en in de wetenschappelijke publicatie? Er was behoorlijk wat kritiek al jaren op het stikstofbeleid.
Dus verschillende partijen die droegen daar gewoon aan bij. En verschillende partijen die publiceerden daar ook over. Ja. Kijk, en wij waren daar één van. Oké, dus vervolgens komt de minister die zegt, nou, er moet een maatschappelijk debat komen. Werden jullie ook uitgenodigd? Tot onze verrassing werden Jaap en ik ook uitgenodigd. Het was ook de bedoeling dat er ook over allerlei waarden gesproken werd. Natuurorganisaties zouden aanschuiven, boerenorganisaties, overheden. Een hele groep van organisaties zou daaraan deelnemen. Dus Jaap en ik waren eigenlijk wel wat verrast dat wij daar ook aan mochten schuiven. Nou ja, als deskundige, daar kun je iets bij voorstellen, toch? Ik denk het wel. Aan de andere kant, het was natuurlijk een typisch Nederlands georganiseerd debat. Dus iedereen die enigszins zich betrokken voelt of waant of weet bij dit debat, werd daarvoor uitgenodigd. Dus een typische polderbenadering. Mm-hmm. En een wetenschap speelt er natuurlijk maar een fractie. Een wetenschap bepaalt lang niet alles en dat is maar goed ook. Dus in die zin voelden we ons allebei misschien een beetje vreemde eend in de bijt, alsof wetenschap alles bepaalt. Maar dat had nog een staartje, zoals later zal blijken. Dus op zich prima, maar ook verbaasd. Zijn jullie ingegaan op de uitnodiging? Wij hebben ons keurig afgemeld dat wij ons gewoon niet de partij achten om hier aan te schuiven. Om ook over de belangen en waarden en dergelijke te spreken. Ja, daar vonden wij dat wij daar niet over gingen. Wij hebben wel aangeboden dat als het over een dispuut gaat, het wetenschappelijke dispuut waar wij op dat moment tegenaan liepen, dat wij best daarover aan tafel wilden met de wetenschappers die daarbij betrokken waren. Dus zeg maar de juiste onderwerpen op tafel die voor ons relevant waren, met de juiste mensen aan tafel. Kijk, als je met ons alle natuur- en belangenorganisaties aan tafel schuift, dan heeft het nog niet zoveel zin. Dus dat hebben we wel aangeboden. Toen gebeurde er eigenlijk iets vreemds. Wij hadden dus afgemeld. Vervolgens bleek dat dat niet kon. Dat we in overleg moesten met de minister. Want die had dat georganiseerd. En wij konden onze wensen kenbaar maken aan de minister. Dus toen dacht ik al, zo bemoeide de minister zich al tot op dit detailniveau over dit soort dingen. Dus je mocht niet afzeggen? Je mocht niet afzeggen? We konden niet afzeggen bij degene die ons uitgenodigd had. Nee. Nee. Dus toen hebben wij een aangetekende brief naar de minister gestuurd. En ik heb het antwoord hier toevallig. Ik heb hem even opgezocht in mijn archief. Dat is van 16 januari 2018. En daar staat ook in. In uw brief geeft u ook aan alleen bereid te zijn tot een gesprek als de juiste onderwerpen op tafel liggen en deze met de juiste personen worden besproken. De verkennende startbijeenkomst heeft juist als doel om gezamenlijk over vorm en inhoud van de dialoog te besluiten. Dus zeg maar om samen met de natuurorganisaties en de allerlei andere belangenverenigingen over de vorm van de dialoog te besluiten. Vervolgens of we toch alsjeblieft onze afzegging wilden heroverwegen en wilden aansluiten. Nou, toen hebben we dus maar weer een keurige brief teruggestuurd van nog eens een keer ons standpunt herhaald dat het niet aan ons is om mee te praten over de waarden en de belangen, maar dat we openstaan om een gesprek te voeren over het wetenschappelijke dispuut waar we op dat moment tegenaan liepen. Gingen ze daarop in? Tot mijn verrassing werd ik toen naar aanleiding van onze brief gebeld. En er werd gevraagd, in ieder geval toen telefonisch, of we alsjeblieft ons standpunt wilden heroverwegen en aansluiten. Dus toen heb ik nog een keer onze brief uitgelegd en waarom we dit zo vonden. En toen kwam dus verzoek, wil je wat je net zegt, nog eens even op schrift zetten? Nou, toen stuurden we eigenlijk voor de derde keer onzezelfde brief op van dit, hier zijn we toe bereid, maar hier doen we niet aan mee. En toen is het al ietsjes langer geleden. Toen werd er volgens mij een tijd stil. Toen hoorden we niks. En op een gegeven moment werd er weer opnieuw getrokken. Dus of jullie toch nog bij het debat aanwezig wilden zijn. Ja, deel wilden nemen. Wij hebben verschillende keren herhaald
van alleen onder deze voorwaarden willen we dat doen. We hebben iets van 7 keer af moeten melden. En toen kwam het bericht, eigenlijk even kort verteld, oké, dat doen we zoals jullie het willen. Oké, dus dat was een soort onderhandeling waar je in beland was. Kennelijk, maar dat hadden we niet. Ja, onderhandeling. Nou, wij hadden heel snel, Geesje en ik, overeenstemming van hier kunnen we niet aan meedoen, omdat het helemaal geen meerwaarde heeft voor ons of het debat zelf. Mm-hmm. Wij zien fundamentele problemen in het wetenschappelijk discours. Die zijn zo fundamenteel dat als die niet getackeld worden, dan is de rest eigenlijk een zinloze exercitie. Dus op dat standpunt hebben we ons vastgehouden. Dus ja, onderhandelen. Ik heb nooit de indruk gehad dat we onderhandeld hebben. We hebben gezegd van, nou ja, er zijn zulke fundamentele vragen liggen in het wetenschappelijk discours. Die moeten eerst maar eens bediscussieerd worden voordat we überhaupt ergens anders over kunnen hebben. Nou, dat was ons standpunt. Einde verhaal. En we hadden nooit gedacht dat ze daar uiteindelijk op in zouden gaan vanuit het Rathenau en vanuit het ministerie. Oké, dus toen kwam er toch een wetenschappelijke bijeenkomst. Ja. Ja, vertel jij het, Jaap? Ja, nou, jij zit er nog iets beter in dan ik. Ik heb op een bepaald moment gewoon gemeld aan de poort op de dag zelf. Maar het was dus de bedoeling om inderdaad met RIVM en met de WUR, de twee hoofdrolspelers in het wetenschappelijk ammoniakdiscours, bij elkaar te gaan zitten. Dus er was een instituut en een universiteit? Ja, klopt. Een overheidsinstelling en een universiteit. Mm-hmm. Die heel erg, voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de data en het onderzoek wat LNV nodig heeft om het ammoniakbeleid, of het stikstofbeleid moet ik zeggen, te voeren. En uiteindelijk aan tafel geschoven. We hebben ons standpunt uitgewisseld over waar onze kritiek lag. Daar hebben we best diepgaand en diepgravend over gesproken. Lang niet overal antwoorden op gekregen. Totdat een WUR-medewerker plotseling beweerde dat ze bezig waren om de oorspronkelijke ammoniakbemestingsdata te heranalyseren. Uh-huh. En Geesje en ik keken elkaar echt perplex, flabbergasted aan van, pardon, maar die data zijn nooit, die zijn altijd verdwenen, beschreven of weggegooid of wat dan ook. Dus wij zijn er meteen als een bok op de havenkist gesprongen van, wacht even, wat bedoel je hier precies? Kun je dat even uitleggen? En de beste man, overigens valt hem niks te verwijten hoor, die gaf dodelijk aan van ja, we zijn gevraagd voor een heranalyse met deze data en daar zijn we nu mee bezig. En toen heb ik meteen gevraagd, maar die data, daar vragen we al 3 jaar om, ja. Die wil ik ook hebben. Want daar willen we wat mee gaan doen. En toen werd er wat verbazing, verbijstering, we naar elkaar gestaard van wat gebeurt hier nou precies? En Geesje kan misschien even het vervolg oppakken, want het had nog een klein staartje. Het was nog niet meteen klaar, maar dat was in ieder geval een begin van een bijzonder moment. Dus hier kwam gewoon al zoveel jaar op tafel dat die data er dus toch nog waren. Ja. We kregen ze nog niet meteen. Dus daar moest eerst nog weer wat druk op de ketel, maar uiteindelijk hebben ze toch na binnen een paar weken of zo hebben ze gekregen. En toen kwamen er natuurlijk ook vragen over, want binnen de hele landbouw was iedereen bezig en ook de politiek van over de verdwenen data. Ja. Dus er werden ook vrij snel vragen over gesteld, weer aan de minister. En toen ging er een brief naar de Kamer waarin de minister schreef van dit zijn de opgewerkte data, zij hebben om de ruwe data gevraagd. Ah, en toen dacht ik, nou moet het niet gekker worden, want de eerste verzoek en zo, we hebben gewoon om de data gevraagd. Om ruwe data, maar we hebben in eerste instantie gewoon om de data gevraagd. En gewoon om te kijken van wat voor data er zijn. Nou, vervolgens wordt er zo'n draai aan gegeven van ze hebben om de verkeerde data gevraagd. Nou, iedereen wist heel erg goed welke data wij wilden hebben. En dan wordt er gewoon een naam aangegeven van we hebben alleen nog de opgewerkte data en die kun je krijgen. Het was een beetje een Pieter Omtzigtje van in de toeslagenaffaire. De beste man, Kamerlid, vroeg om een memo, maar het was een notitie. Dus die notitie kon hij niet krijgen omdat er een memo werd gevraagd. Oh, dat zijn een beetje in zo'n situatie waren wij verzeild geraakt. Geesje en ik hebben overigens een brief opgesteld en ook gepubliceerd, waarin wij
in heel duidelijke taal weergaven dat de minister hier toch wel een heel bijzonder spelletje speelde. Wat dus gewoon semantiek was en verder niks. Want iedereen wist wat we wilden. En daar was geen discussie over. Maar ja, het bleek dus inderdaad van we hadden om een notitie moeten vragen, niet om een memo. Dat was ongeveer het niveau. Hey, en dat hele proces wat je nu net beschrijft, hè, met het Rathenouw-debat en dan de wetenschappelijke ontmoeting. Wat zijn jullie daar vorige week over te weten gekomen? Nou, dat is eigenlijk best wel heel frappant. Iemand ja, die we overigens goed kennen, de oude voorzitter van Mestfonds, die had een WOP-procedure gestart bij het ministerie. En die heeft heel veel stikstofcorrespondentie opgevraagd, onder andere over de toestanden rondom dat Rathenouw-onderzoek. Om dat hele Rathenouw-debat, het Rathenouw-dialoog. En uit die stukken blijkt dat het hele dialoog georganiseerd werd vanwege onze kritische publicaties. Vanwege jullie kritische publicaties? Ja, ja. In feite, ja. Als je de stukken goed leest, en eigenlijk is het vrij expliciet hoor, je hoeft er niet zelf veel moeite voor te doen. Zie je inderdaad dat zeg maar de hele circus tent met alle stakeholders die daarin verzameld zouden moeten worden, was eigenlijk een soort circus tent om ons ook in die circus tent te krijgen. En omdat wij blijkbaar een dusdanige verstorende rol speelden in het spelen in het ammoniakdebat, dat in feite de bedoeling was als wij ook mee zouden doen, de hoop was dat wij ons zouden kunnen scharen achter het landsbeleid rondom stikstof. En kijk, Geesje vermoedde het al een beetje. Ik ben een wat naïeve onderzoeker. Ik denk van, ach, het zal wel. Maar toen ik dit las, dacht ik van, het is toch wel heel erg sterk dat zo'n heel circus wordt opgetuigd voor twee mensen in de Nederlandse samenleving die toevallig is wat links en rechts wat zeggen over stikstof. Dus wilden jullie committeren aan het beleid? Blijkbaar. Misschien. Ja. Waar haal je dat vandaan? Ja? Misschien is het aardig om een klein stukje voor te lezen uit een van die brieven. Er zit een nota in ter advisering aan de minister. En daar staat in, dat is een nota uit eind 2017. Staat in, op 27 november hebben de belangrijkste critici op de wetenschappelijke onderbouwing per brief gemeld niet aan deze verkenning mee te willen doen of onder zeer strikte voorwaarden. Dus wat we net stelden. En dan krijgt de minister het volgende advies. U wordt, die krijgt drie opties voorgelegd waaruit ze kan kiezen. En dan wordt ze geadviseerd te kiezen voor de optie om nog eens flink aan de kritische groep te trekken om ze er toch bij te krijgen. En als dat niet lukt, staat erin, als de bovengenoemde groep hier niet op ingaat, dan wordt u geadviseerd af te zien van de dialoog. Met andere woorden, als zij niet meedoen aan het hele circus, dan kunt u beter maar hiermee stoppen, want dan heeft het niet zoveel zin. Er is dan geen basis om tot wederzijds begrip te komen. Het staat er gewoon zwart op wit in. Dus als jullie niet meededen, had het geen zin? Dat staat er gewoon in. Ja. Ja. Oh, dan ben je best belangrijk. Dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk dat ik het, dat zou je heel makkelijk kunnen concluderen, dat Geesje en ik heel erg belangrijk zouden zijn. Ja. Maar ik denk eerder dat het iets anders speelt. Er kunnen twee redenen zijn. Reden één is dat men er zich van bewust is dat het stikstofbeleid veel zwakker is dan iedereen denkt dat het is. En dat wij in feite, dat men dus heel onzeker is over de beleids- en de wettelijke positie van het stikstofbeleid in het licht van onze kritiek. Dus het is niet zozeer onze kracht, maar hun zwakte die dit soort pogingen blijkbaar in het leven heeft geroepen. Een andere is, en dat is een wat duisterder perspectief, is dat men gewoon geen kritiek duldt, ongeacht of het beleid sterk of zwak is. En dat het dus een poging is om, if you can't beat them, join them, of let them join us, waarmee ze dus een poging doen om ons in de tent te krijgen, om ons in dezelfde richting te laten kijken. Maar dat laatste is natuurlijk op zijn minst vreemd, want ja, als je een beetje naar onze cv's kijkt van Geesje en mij, dan weet je dat we dat soort dingen nooit doen. Dus dat hadden ze zonder meer kunnen nalaten. Maar het idee dat men zo geïrriteerd raakt van kritiek uit de samenleving die gefundeerd is,
dat baart wel enige zorgen. Ja. En overigens, Pieter Omtzigt heeft natuurlijk ook blootgelegd dat op heel wat beleidsterreinen zo de Nederlandse bestuurscultuur in elkaar zit. En dat vind ik nog steeds een hele zorgelijke ontwikkeling, moet ik zeggen. Ja, want op zich, want in het begin zei je, we probeerden die data te pakken te krijgen en die kregen we niet. Maar ook vanuit de Wageningen Universiteit werd het moeilijk gedaan. Dat, zijn dat niet dan ingepakte wetenschappers, om het zo maar even te zeggen? Nou, ik heb dat nooit zo geformuleerd, omdat ik juist vanuit mijn academische traditie uitgaat van dat dit soort data gewoon standaard op de plank moeten liggen voor iedereen die daar vraagt. Ja, dat is de essentie van wetenschap. De essentie van wetenschap is dat er iedereen elkaar verder kan zien. Precies. Zo ben ik opgevoed in de chemie. En ook andere vakken die ik doe. Dus het feit dat men die niet beschikbaar had, vond ik verdacht. Maar dat betekent nog niet dat ik dan vervolgens denk dat die wetenschappers ingepakt zijn. Dat weet ik niet. Hmm. Wat ik wel weet is dat men blijkbaar niet erg vertrouwd op datgene wat men heeft, als men dat al heeft. Dus er speelt ook iets anders mee dat de academische positie van het werk wat gepubliceerd is blijkbaar lang niet zo sterk is als alle getallen en alle rapporten die uitgespuugd worden door deze en gene zijn. Mm-hmm. En ja, dat baart dus zorgen. Het is overigens niet voor niks dat in de hele wetenschappelijke wereld ach en wee wordt geklaagd over de reproduceerbaarheidsvraag. Kan ik onderzoek nawerken? Nou, dat is sowieso een enorm probleem. Ja. Maar hier is het wel heel pijnlijk duidelijk geworden dat milieuonderzoekers niet graag hun onderzoek willen laten checken door buitenstaanders. Ja, ja, jullie hebben de vinger op de zere plek gelegd. Het is ook nog wel grappig. Het zijn bijna 300 pagina's aan correspondentie en stukken die met de WOP op tafel zijn gekomen. Er staat ook nog iets in over die wetenschapper die dus tijdens die bijeenkomst verklapte dat die data er toch nog waren. Mm-hmm. Dan zie je daar in een mail van het ministerie aan iemand anders binnen het ministerie. Binnen Wageningen zal er nog wel een pittig gesprek zijn over de mededeling van, en dan is er een naam weggelakt. Dat was voor iedereen een verrassing. Kijk, in plaats van dat die wetenschapper gewoon beloond wordt omdat hij gewoon correct vertelt van wat hij in huis heeft voor data, dan zie je hier een interne mailwisseling van het ministerie dat zo iemand een pittig gesprek krijgt. Precies. Omdat hij dat heeft medegedeeld tijdens een wetenschappelijke bijeenkomst. Ja. Nou, dit is wel de omgekeerde wereld. Ja, ja, hij zou een lintje moeten gehad hebben. Ik bedoel, precies. Buitengewoon sympathiek dat hij dat gewoon verteld heeft, zonder enige gêne ook. En zo hoort het ook. Dus ik heb ook geen enkel kritische noot naar de beste man. Maar daar wordt dus inderdaad in de academie of in de bestuurlijke bedoeling heel anders over gedacht. Dat is natuurlijk heel vreemd. Ja. Dit is ministerie, dus interne mail van het ministerie. Die praat over een pittig gesprek richting deze wetenschapper van Wageningen. Dat is toch heel raar, want het is een wetenschapper in Wageningen. En wat heeft het ministerie daarmee te maken? Hier zie je dus ook dat het ministerie gewoon behoorlijk verweven is met dit dossier. Ja, ik heb jarenlang dus gepubliceerd over beleidsondersteunend onderzoek. Ik begreep, begon er net al mee. En ik heb ook de gekste dingen zien gebeuren bij onderzoeksuitkomsten die het beleid niet ondersteunen. Kijk, als je onderzoek beleidsondersteunend onderzoek uitzet, dan kan er ook wel eens iets uitkomen wat het beleid niet ondersteunt. Mm-hmm. Nou, daar gebeuren gekke dingen mee. Of dat verdwijnt in de la. Maar ik heb ook wel eens via een WOP-procedure dat soort onderzoek onderuit de la weten te krijgen. En dan kwam ik er mee aan bij de wetenschappers. Ik zeg, kijk, jullie rapport is openbaar. En dan keek men erin. En dan zeg maar, hey, iemand heeft ons rapport bijgesteld. En dat waren zij dan zelf niet geweest. Dat soort dingen bijvoorbeeld. Dus er wordt gemaggeld in de rapporten? Ik... Soms. Denk niet dat het heel veel voorkomt, maar op dit soort dossiers met grote gevoeligheden zie ik dit soort dingen heb ik dit soort dingen verschillende keren zien gebeuren. Ja. Overigens is dat een heel groot probleem aan onderzoek wat betaald wordt door overheden. Precies. Dat zijn vaak financieringspotten waarin geld zit voor een specifiek soort onderzoek. En als je ander onderzoek wilt doen wat vanuit een ander perspectief gedaan zou moeten worden,
kun je daar het geld gewoon domweg niet voor krijgen. Dus de overheid stuurt dan niet rechtstreeks op het onderzoek en de inhoud daarvan, maar wel op wat voor soort onderzoek er moet gebeuren. Nou, dat is een heel bekend probleem in de wetenschappelijke wereld en in de bestuurswereld, is dat je op die manier onderzoek heel indirect gewoon kunt sturen. En dat maakt het wetenschappelijk onderzoek zelf niet per definitie slecht of zwak, maar wel heel erg duidelijk in de lijn van wat men als gewenst acht. En dat is sowieso een groot gevaar, denk ik, voor heel veel onderzoeksinstituties. Ja, want het wordt ook ongeloofwaardig dan, of in ieder geval onbetrouwbaar. Of je krijgt maar een deel van de feiten te zien. Vooral heel selectief, dat men steeds maar op dezelfde manier naar het vraagstuk kijkt. En steeds op dezelfde manier antwoorden geeft op de vragen die steeds maar weer gesteld worden. En dat vermeerdert natuurlijk geen kennis. Dan creëer je in feite wetenschappelijke en bestuurlijke tunnelvisie. Ja. Dat is iets wat Geesje en ik heel erg gezien hebben in het stikstofonderzoek, is intense vorm van tunnelvisie. Ja, worden jullie daar nog steeds over benaderd door ministeries of instituten? Kijk, wij onderzoeken gewoon door, want er is nog zoveel onduidelijk op dit dossier. Dus er zijn nadien nog weer verschillende publicaties zijn er geweest. Je merkt wel dat we aardig in de gaten worden gehouden. Maar in welke zin? Het wordt wel gekeken wat je doet. Af en toe krijg ik zelfs wel eens een belletje van iemand van de overheid. Van kan ik je nog ergens mee helpen? En waar helpen? Ben je mee bezig? Hmm. Ja, helpen. Vaak om je gewoon... Ja, men meldt zich dan van om je van dienst te zijn. Maar ondertussen denk ik, waarschijnlijk wil men weten waar ik precies mee bezig ben. Hmm. Ja, maar dat mag. In die zin is Geesje een stuk belangrijker dan ik. Want ik word nooit gebeld over niks niet. Dus dat scheelt enorm. Nou, dat denk ik niet. Wat ik wel doe, natuurlijk 2 jaar al, bijna 3 jaar alweer, is bloggen. Dus ik heb een eigen blog. Mm-hmm. En daar schrijf ik veel over stikstof. Ook zeker naar aanleiding dat Geesje allemaal... opduikelt en ik geef daar mijn wetenschappelijk perspectief op. En ik merk gewoon dat zeker de stikstofblogs, die ik ook wel veel schrijf, enorm goed gelezen worden. Aha. En zeker vanuit het Haagse. Dus je ziet gewoon dat mijn laatste blog is een open brief aan de minister. Je ziet gewoon dat die enorm wordt gelezen, ook vanuit het Haagse. Dat kan ik dan toevallig wel zien, hoewel ik dan niet weet wie het in Den Haag is. Dat kan ik natuurlijk niet zien. Nee. Maar ja, je ziet dat angstvallig en met grote belangstelling en interesse wordt gevolgd wat ik daarover schrijf. Dus ja. In die zin worden wij in de gaten houden. Dat klinkt zo dramatisch, maar worden we wel op de voet gevolgd, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, want jullie hebben een aantal tekortkomingen van die modellen aangetoond die gebruikt worden in het beleid. Is er sindsdien nou een ander model gekomen? Of wat is er eigenlijk gebeurd sindsdien? Weet je dat? Misschien is het wel aardig om te vertellen dat Jaap gevraagd is om deel te nemen aan de zogenaamde commissie Hordijk, de commissie Meten en Berekenen. En die heeft ook naar het model gekeken. Dus dat zou Jaap er iets over willen zeggen, denk ik? We hebben dus eigenlijk primair gekeken naar het zogenaamde Arias-model, het depositiemodel. Dat is een verspreidings- en depositiemodel. Dus hoe verspreidt ammoniakverbindingen, hoe verspreiden die zich door de atmosfeer en waar komen ze neer? Mm-hmm. Nou, dat Arias-model, dat is op zich een kan bepaalde dingen wel, kan andere dingen ook weer niet. Zoals met alle modellen dat het geval is. Dus we hebben onder andere voorgesteld als commissie om, net zoals in de meteorologie, een modellenensemble te draaien. Wat is dat? Je gebruikt meerdere modellen om hetzelfde te doen. Waarom doe je dat? Nou, het ene model kan beter dit doen, het andere model kan beter dat. Je kijkt naar de uitkomsten en je probeert dan te kijken van oké, wat kunnen we met die uitkomsten? Daarom zie je ook al die leuke weerapps op onze smartphones. Er zijn er meerdere dat sommigen zeggen, nou, het wordt morgen zus en zo weer. En een andere app zegt, nou, het wordt ander weer. Ja. Maar is dat omdat die apps gebruik maken van verschillende meteorologische software? En dat doen we in Nederland dus niet. Het is maar één model, het Arias-model. Dat draait op OPS, dat is een heel oud model. En daar wordt mee gewerkt wat betreft transport en depositie. Nogmaals, je kunt allerlei kritiek hebben op modellen, maar je hebt ze nu eenmaal nodig. Dat is op zich geen enkel probleem. Maar je zou dat aanzienlijk kunnen verbeteren door bijvoorbeeld satellietdata te gebruiken. Dat kan overigens niet bij Arias.
Dus moet je een modellenensemble, dus een gezamenlijke groep modellen gaan draaien om dat beter in beeld te kunnen krijgen, die transport en depositie van stikstofverbindingen. Daar ben je ook bij betrokken om dat te verbeteren? Ja, maar dat is tot heden niet gebeurd. En weet je ook waarom niet? De minister heeft vooralsnog gezegd van nou, daar gaan we voorlopig niet aan beginnen. En dat is wel een beetje begrijpelijk, omdat het beleid zoals het er nu is, sterk geënt is op areas. Dus als je dat, als je dus in de wetenschappelijke kamp de boel overhoop haalt, moet je ook in de beleidskamp de boel overhoop halen. En dat is wat lastig. Dus ja, want het gaat, het is heel actueel natuurlijk over het onteigenen van boeren, het al of niet bouwvergunningen kunnen verstrekken, vliegvelden in Nederland, ik weet niet wat er allemaal aan vast zit. Precies het probleem ook is dat het model nog steeds wordt gebruikt alsof het met grote precisie iets daarover kan vertellen. Ja. En Geesje heeft daar nog meer naar gekeken dan ik, maar zo werkt dat model natuurlijk helemaal niet. En zo kan het model ook helemaal niet gebruikt worden. Het wordt met veel te veel detailniveau en veel te veel precisie die het per definitie niet heeft. Dat is overigens geen geheim. Maar op grond daarvan worden wel boeren, verkeer, wegenaanleg, vliegvelden afgerekend op het model zelf. En dat is natuurlijk een heel groot probleem. Ja, dus het is een zwak fundament. Waar ik nu, of de laatste jaar vrij van de kijk, dat is naar de natuur zelf. De uitkomsten van die model, die hangen enorm af van welke natuur staat ingetekend. Je hebt in het model zit een kaart van Nederland. Daar staat alle natuurgebieden, Natura 2000 gebieden staan daarop. En er staat precies ingetekend waar heide zit, waar hoogveen zit, waar een eikenbos staat. Het is allemaal precies ingetekend. En sommige soorten natuur die kunnen prima tegen stikstof, veel bossen, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar je hebt ook bijvoorbeeld hoogveen. Nou, hoogveen, daar zit, die eisen zijn zo hoog worden die gesteld. Die zijn in Nederland überhaupt nooit haalbaar. Volgens het rekenmodel, als er hoogveen zit, heb je per definitie een enorme overschrijding van de stikstofnorm, zeg maar, de kritische depositiewaarde. Dus en wat ik nu dus gewoon doe, is ik ga gewoon naar die natuurgebieden toe. En ik ga gewoon kijken van wat op de kaart staat. Zeker met die natuur, die zeer zeldzame, zeer stikstofgevoelige natuur. Ga ik gewoon kijken, bestaat die wel? Tref ik die daar ook echt aan? Mm. En dan is het frappante. Ik ben al aardig wat natuurgebieden geweest, waar ik die natuur eigenlijk niet aantref. Kijk, die wel op de kaart staat. Die wel op de kaart staat, dat boeren wel op worden afgerekend. Nou, bij hoogveen bijvoorbeeld, dan staat de heide. En dat staat ook op de kaart van de natuurorganisaties, want natuurorganisaties beheren die gebieden. Staat er ook op de beheerkaart, staat heide of bos. Nou, als iets die samengaat, is dat hoogveen, die kan niet tegen schaduw van bomen. Daar staat dan bos, het wordt ook beheerd als bos. Dus met die natuurkaarten is er ook nog van alles wat gewoon niet klopt met de werkelijkheid. Terwijl de minister zegt, ja, op die natuurkaart staat de werkelijkheid ingetekend. Nou, dat is dus niet zo. Maar je moet echt met die modellen gaan rekenen om te zien hoe belangrijk die natuurkaart is. Je hebt de modellen die te precies zijn, die niet kloppen. Maar je hebt dus ook de input van die modellen die te precies is en die niet klopt. Nou, en als je naar die natuurkaart kijkt, die is op de vierkante meter ingetekend. Van Nederland? Van Nederland. Per vierkante meter is die ingetekend wat voor natuur er staat. Ja, dat is wel heel erg precies. Dus je moet beseffen, stel je voor, boer X moet weg omdat hij volgens de kaart in het RIS-model naast het hoogveengebied ligt. Als je daar werkelijk heen gaat, dan zie je dat er helemaal geen hoogveen is, maar dat er bijvoorbeeld een bos of een heideveld staat. Maar de boer wordt afgerekend in het model op een habitat, een natuursoort die niet bestaat, maar die wel er zou moeten bestaan. En daarmee dus een hele strenge stikstofnorm voor geldt, zodat die boer dus weg moet. Dus je krijgt een heel rare situatie dat je dus aan de ene kant een gefantaseerde kaartenwereld hebt waarop een boer in de werkelijkheid wordt afgerekend, omdat hij daar dus helemaal niet is. Dus dan wordt het wel een papieren werkelijkheid. Een papieren werkelijkheid waarop beleid wordt gevoerd. Ja, en dat bedoelen we eigenlijk in de meest letterlijke zin van het woord. Ja.
En dat baart natuurlijk wel enorm veel zorgen. Dat een boer denkt van hoogveen, ik zie geen hoogveen. Ik zie daar een eikenbos voor mijn deur. En dan moet ik dus vanwege dat er een hoogveen zou moeten zijn volgens de kaart, moet ik weg. Maar er staat een eikenbos. Dus ik word op een hele andere manier met mijn stikstofuitstoot afgerekend dan er in werkelijkheid nodig zou zijn. Ja, dat gaat wel heel erg ver. Dan reizen de haren te bergen, toch, als je dit ontdekt? Ja, daar word ik heel niet van. Ja, denk van, sorry, maar dit is in werkelijkheid een gefantaseerde werkelijkheid proberen te plakken op de echte werkelijkheid. Ja. Is dat onkunde of is het kwaadaardigheid? Hoe moet je dat zien? Dat is een hele goede vraag, want wat is het antwoord heel vaak? Ja, maar als die boer daar weg is, dan gaat de stikstofdepositie naar beneden, wat in principe wel waar is. En dan is de kans dat daar toch nog hoogveen komt, wordt dan groter. Mm. Maar dat is een beetje achteraf redeneren. Dat is een beetje redeneren naar het resultaat toe. Want je zult begrijpen, dit soort gevoelige natuur is natuurlijk voor meer dan alleen maar stikstofdepositie gevoelig. Noem maar wat, de grondwaterstand. Als die niet op orde is, kun je stikstof reduceren wat je wil. Dat hoogveen komt er never nooit niet. Mm-hmm. Dus je kunt dan ook zien dat men dus achteruit redeneert. Om toch maar het argument staande te houden. Maar waarom? Waarom is dat? Vraag ik me dan af. Dat is een hele goede vraag. Dat is de million dollar question. Ja, er is een kamervraag geweest een paar weken geleden. Die ging hier wel voor een stukje over. En toen zei de minister van, we hebben bepaalde natuur aangewezen. Dat is zo rond 20 jaar geleden is dat gebeurd. Mm-hmm. En dat mag niet afnemen, want zo gauw een bepaalde soort natuur afneemt, dan kunnen wij het verslechteringsverbod niet handhaven. Zeg maar, dan ontstaat er een juridisch probleem. Nederland heeft de regels kennelijk zo opgetuigd dat het aantal vierkante meters dat ingetekend staat van hoogveen, dat is nu ongeveer 11.000 hectare. Ook al wordt het in werkelijkheid minder en komen de bossen en heide op, dan mag je geen 10.000 hectare van maken, want anders is de hoeveelheid hoogveen is verslechterd, dat is afgenomen. En dat kan niet. Wat gebeurt er dan? Dan gebruiken we de oude kaart. En dat kan niet omdat er dan procedures komen of zo, juridische procedures? Ja, dan ontstaat er een juridisch probleem. Ja. Ja. En wie gaat dan die juridische dingen aan de vork steken dan? Is dat een belangenorganisatie of zo? Of is dat de Brussel? Wordt niet helemaal duidelijk uit die Kamerbrieven. Maar kennelijk kun je dat zien, een afname. Kijk, er mag alleen maar natuur bijkomen. Zo gauw er een bepaalde soort natuur iets afgaat, dan ontstaat het juridische probleem. En ja, je hebt pas een probleem als iemand dat je juridisch aankaart. Maar ja, goed, als je nu ziet hoe milieuorganisaties alle modelfouten zeg maar nu aangrijpen om vergunning onderuit te krijgen. Maar dat is eigenlijk wat ze doen. Ja. Ze wijzen op die onzekerheden in modellen. Ik kan me voorstellen dat dat soort organisaties dit ook aangrijpt. Nou, er komt heel wat, ik zou bijna zeggen, een poep naar boven als je erin roert. Want er komen heel veel dingen die niet kloppen. Die hebben jullie aan het licht gebracht in feite door gewoon eens te kijken naar wat is die ondersteuning van het beleid eigenlijk. Heel wetenschappelijke manier. En wat zo jammer is op dit hele dossier. Kijk, als alles maar transparant was, dan hadden er gewoon 10 jaar geleden al veel meer mensen naar gekeken. En hadden die fouten eruit kunnen zijn. Maar daar zit gewoon een heel groot probleem bij de transparantie. Kijk, ik word geregeld gebeld door mensen die zeggen, hoe zit het met de natuurkaart van het natuurgebied bij ons in de buurt? Is die goed ingetekend? Mensen kunnen hun natuurkaart niet eens controleren, want die wordt aangeboden in een type programma waar eigenlijk niemand mee kan werken. Ach, ja. Ze worden dus niet, zeg maar, je verwacht de provincie is verantwoordelijk, dat provincie gewoon duidelijke kaarten op zijn website heeft staan, zodat iedereen die kan controleren. En ook nog de vorige versie van de kaart, zodat iedereen kan zien waar natuur is omgezet in iets anders. Maar dat kan sowieso niet. Zo gauw er een nieuwe kaart komt, gaat al het andere gaat offline.
En je kunt die oude kaarten kun je nog aankomen met heel veel moeite. Maar dan moet je wel kunnen werken met GIS-programma's. Nou, en dat zijn maar heel weinigen die dat kunnen en doen. En dan moet je ook nog die data weer op zien te scharrelen. Nou, toevallig heb ik het gekregen, maar heeft wel weer heel veel moeite gekost. Dus het is allemaal, waar je ook kijkt, het is niet transparant. Nee. Als het transparant was, had je dit soort dingen er allemaal niet in. Nee. Nu komt het pas naar boven, wanneer iemand gaat kijken. Tweede Kamerleden heb ik ook besproken van eigenlijk zouden wij, net zoals in Amerika, een Data Quality Act moeten hebben. Gewoon een wet die zegt van als beleid gebruik maakt van wetenschappelijk onderzoek, wat mag en wat kan, dan moet alles van dat onderzoek wat gebruikt wordt in dat beleid, moet gewoon openbaar beschikbaar zijn. Dus de hele toestanden, de modellen, instellingen van modellen, de parameters van de modellen, de data die gebruikt zijn. Dus alles. Alles moet gewoon online downloadable zijn, zodat mensen daar zelf mee kunnen spelen. Precies. Nou, daar zijn we in Nederland nog heel ver van af. Want het lijkt op dat bestuurders niet heel veel zin hebben dat er allerlei pottenkijkers in hun postvakje kunnen kijken. Dus je hebt echt het idee van dat de wetenschap wordt gebruikt of misbruikt voor bepaalde politieke doelstellingen. Nou ja, ik zou het niet weten, want ik kan het niet zien. Nee. Je kan het niet bewijzen. Nee, ik weet het gewoon niet, want ik kan het niet eens zien. En wat Geesje net aanhaalt, van dat oude kaarten offline worden gehaald, is natuurlijk een godspe. Dat hoort niet, want die kaarten moeten gewoon ergens apart op een URL staan. Van, oh ja, als ik naar 2010 wil, dan moet ik de kaart van 2010 gewoon op kunnen halen. En gewoon kunnen kijken. Nou, dat is nog lang niet aan de hand. En dat zou eigenlijk standaard moeten horen. En eigenlijk bij alles waar wetenschappelijk onderzoek of andere technische informatie aan de orde is. Ja. Hebben jullie nog een beetje vertrouwen in dat hele stikstofbeleid? Nee, want en dat heeft een hele simpele reden. Er moet nog heel veel werk verzetten om heel veel wetenschappelijke vragen opgelost te hebben. Mm-hmm. En die zijn oud, die vragen. Die spelen al 30, 40 jaar. En die moeten opnieuw geanalyseerd en bekeken worden. Dus vooralsnog. Het idee van als wij stikstofemissies reduceren, dan reduceren we depositie en dan gaat de natuur bloeien. Dat is een beetje een vreemdsoortig argument wat überhaupt het nooit zal halen. Nee. We doen wel net alsof. We doen wel net alsof dat waar is. En dat is wetenschappelijk voorkomen onverdedigbaar. Ja. Heb je nog wel vertrouwen in de wetenschap in Nederland? Eigenlijk altijd wel, want je ziet gewoon. Kijk, er zijn altijd idioten zoals ik en zoals Geesje, om het zo maar te zeggen. Die zeggen, nou, laten we eens even de binnenkant van het zwarte doosje bekijken. Dus er zijn altijd wel personen die de moeite nemen om te kijken van, nou, we willen nou eens precies weten hoe van de hoed en de rand. Dus ja, eigenlijk wel. Alleen de instituties die zeg maar drager moeten zijn van al die kennis, die hebben nog wel een flink stuk in te halen richting transparantie en dergelijke, om überhaupt hun werk ook stevig te doen laten staan. En daar zijn we nog niet. Nee, dat is nog toekomstmuziek. Ja. Ja, zeker, zeker. Nou jongens, het is een ingewikkeld dossier met heel veel consequenties voor veel mensen, maar jullie hebben daar een heel veel over kunnen vertellen. Het was heel interessant ook, vond ik, om te horen ook hoe er dan vervolgens door de politiek op jullie wordt gereageerd. Dat is wel heel verhelderend. Vonden wij ook. Ja. We gaan hier zeker nog meer van horen, verwacht ik. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. Dankjewel Jaap en dankjewel Geesje. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was de podcast van Opiniescom. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.